Kijkers van Look TV, goedemiddag, welkom bij deze uitzending. We zitten in Huize Frankland. Je zou zeggen, ben je daar al aan toe? Nou, op sommige momenten wel in het leven, maar aan de andere kant als de zon weer schijnt. Maar daar zijn we natuurlijk niet hier voor. Waar we voor zijn, dat gaan we horen van Saskia Innemee. Saskia, goedemiddag. Goedemiddag. Hele zaal vol mensen, er gaat hier wat gebeuren. Vertel het maar. Vanmiddag is de opening van het Parkinson Café van de Franklandgroep, hier in Schiedam. Parkinson Café, je zegt voor de eerste keer, wat moeten we ons daarbij voorstellen? De eerste keer is een hele feestelijke opening. We willen heel graag dat alle mensen die, en alle mantelzorgers van mensen met de ziekte van Parkinson hier een samen zijn kunnen hebben met elkaar. Ja. Waarom dit initiatief? Was daar vraag naar? Merkten jullie dat er vraag naar was? Frankland heeft een behandel- en expertisecentrum voor mensen met Parkinson. En van daaruit is eigenlijk het idee ook gekomen om te kijken of er behoefte is voor een Parkinson Café. Want elders in Nederland is er al een Parkinson Café geopend. En van daaruit zijn we eigenlijk gaan kijken of het zou kunnen gaan starten. En nou, het is een hele volle zaal geworden. Wat hebben jullie aan voorbereidingen gedaan om dit café op de rails te zetten? Dit kunnen we niet alleen. Hier hebben we heel veel samenwerking voor nodig van andere organisaties. Waaronder het Vlietland Ziekenhuis, Stichting MEE, de Parkinson Vereniging en Stichting Mantelzorg Nieuwewaterweg Noord. Ja. Met name die Stichting Parkinson. Wat is hun bijdrage in dit verhaal? Hun bijdrage is dat ze meedenken in het hele proces. Wat komt er allemaal bij kijken? In een stukje verspreiding van PR ook. Van brieven naar alle mensen die ook lid zijn van de Parkinson Vereniging. Dat het er is. Zijn jullie nou gebonden aan bepaalde voorwaarden om zo'n café te starten? Welke voorwaarden bedoelt u zo? Nou ja, dat er een bepaalde begeleiding bij moet zijn of anderzijds. Het gaat erom dat wij graag willen dat het programma ook diepgang heeft. En dat we de mensen die hier komen ook een degelijk programma kunnen bieden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus we willen graag mensen uitnodigen die ook echt iets kunnen betekenen voor mensen met ziekte van Parkinson. Maar daarbij is het ook belangrijk dat er een stukje gezelligheid is. En een stukje ontspanning met elkaar. Dus het moet een mooie combinatie zijn van zowel informatie wat te verkrijgen valt. Als een stukje gezelligheid. Je zegt belangrijk is dat er een programma is. Dat programma bestaat voornamelijk uit informatie of gebeurt er dan nog meer? Nee, het is de ene keer zal het informatie zijn. Zoals vandaag bij de opening hebben we een interview met de neuroloog van het Vlietland Ziekenhuis, dokter Driessen. En de volgende keer hebben we een interview met een muziektherapeut en een fysiotherapeut. Maar die willen we ook graag iets laten zien en ook de mensen zelf laten ervaren wat het bijvoorbeeld is om muziek en beweging met elkaar samen te voegen. Hoe gaan jullie mensen bereiken die Parkinson hebben? Dat hebben we gedaan middels brieven naar alle mensen die lid zijn van de Parkinson Vereniging. We hebben een folder en die folder ligt heel breed verspreid hier in Schiedam en omstreken. Jullie, ja. De radio hebben we natuurlijk ook en de krant proberen we natuurlijk ook verder. Heb je nou enig idee hoeveel mensen in Schiedam aan enige vorm van Parkinson lijden? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat we brieven hebben verspreid en dat zijn er ruim 300 geweest. En dat is in de regio geweest van Schiedam, Rotterdam, Maassluis, Hoek van Holland. Dus zeg maar in die Vlaardingen. Maar ik kan me voorstellen dat het een succes wordt, dat het aanslaat. Wat is jullie capaciteit hier? We kunnen hier een heel hoop mensen kwijt. En iedereen is ook altijd welkom. Dus niemand hoeft het gevoel te hebben of te krijgen van nou, misschien dat het niet gaat of dat het niet past. We hebben hier hoop ik een hele lage drempel. En hopen dus ook dat alle mensen en mantelzorgers van mensen met de ziekte van Parkinson gewoon hierheen komen. Want dat is even de belangrijke tweede groep, de mantelzorgers, de mensen die mensen verzorgen met Parkinson. Voor hen is het ook wel eens prettig om eens even met medestanders te maken. Hoe verzorg jij, wat doe jij? Dat is ook een beetje de bedoeling, denk ik. Absoluut, absoluut. Daarom is ook het contact met elkaar is heel erg belangrijk. En het leuke is dat we nu al zien dat als de mensen binnenkomen, mensen schuiven al aan bij elkaar aan tafel. En dat is een van de grote redenen waarom we dit willen organiseren.
Wat wordt de frequentie? 1 keer per maand? 1 keer per 2 maanden. En we kunnen altijd nog zien dat als er meer behoefte is, om te kijken of er een mogelijkheid is om het ook vaker te doen. Maar we starten met 1 keer per 2 maanden. En altijd op de woensdagmiddag van 3:30 tot 4:30. Ja, kijk, het is natuurlijk interessant over de ziekte van Parkinson om daar wat meer over te weten te komen. Dat doen we met dokter Dries, hij is van het Vlietland Ziekenhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in ons programma. Ziekte van Parkinson, voor mensen die helemaal geen idee hebben om maar gelijk rauw met de deur in huis te vallen. Wat is de ziekte van Parkinson? Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Een ziekte die zich uit in het denken. Het denken is vertraagd, in de motoriek. De spieren worden stijver, je wordt houteriger, je kan minder makkelijk opstaan. En als derde kenmerk treedt erop trillen. Dat is eigenlijk de bekendste vorm, de mensen bij wie het trillen op de voorgrond staat. Is dit een ziekte die bij jonge mensen voorkomt, bij ouderen, alles door elkaar? Voornamelijk boven de 65, maar helaas is er ook een groep bij wie het al voor de 65 ontstaat. De jong onzet Parkinson patiënt of de joppers. Dus het kan al vanaf de 30ste jaar kan het al optreden. Is de ziekte van Parkinson erfelijk? Er zijn een paar families waarbij het familiair voorkomt. Over het algemeen is de erfelijkheid gering. Is het meer een sporadisch voorkomende ziekte, met soms in bepaalde families wat meer voorkomen. Zijn jullie al zover dat jullie een beetje kunnen bepalen waardoor mensen de ziekte van Parkinson krijgen? Ja, in de hersenen is een tekort aan een bepaalde stof. De hersenen werken met zogenaamde overdrachtstoffen. Zenuwen, die cellen, die communiceren met elkaar met stofjes. En bij Parkinson is een tekort aan het dopamine. Dat is een stof die centraal in de hersenen wordt aangemaakt. En als je daar een tekort van krijgt, dan krijg je die ziekte van Parkinson. Waarom dat tekort dan gaat ontstaan, dat is niet bekend. Het is wel bekend dat bij bijvoorbeeld in Amerika bepaalde drugs, MPTP, dat leidde tot snelle schade aan dat gebied in de hersenen. En die jonge mensen kregen allemaal Parkinson. Dus er zijn giftige invloeden. Kan je jezelf behoeden voor de ziekte van Parkinson? Kan je als op het moment dat je nog jong bent gericht iets eten, bijvoorbeeld fruit, ik noem iets heel makkelijks, waardoor de kansen minder worden? Nee, er zijn geen beschermende maatregelen waardoor je het niet krijgt. Het is altijd verstandig om voldoende te bewegen en de risico op hartvaatziekte te verminderen met een optimaal gewicht, niet te roken en dat soort dingen. Maar het is nooit bewezen dat de kans op Parkinson helemaal niet heel maakt. Nee. Wat doet u als arts wanneer mensen komen en zij de ziekte van Parkinson hebben? Krijgen zij medicijnen? Is dat afhankelijk van de patiënt? Ja, ten eerste heb je de ziekte van Parkinson en daarnaast op Parkinson gelijkende ziektebeelden. Als neuroloog moet je dus uitzoeken, is het die ziekte van Parkinson of is het iets anders? En tegenwoordig kan je op grond van de klinische verschijnselen, als iemand stijf is en trilt en bepaalde cognitieve kenmerken heeft, maak je het waarschijnlijk. En tegenwoordig beschikken we in het ziekenhuis over een zogenaamde DAT-scan, een dopamine transporter eiwitscan, waarmee je kan aantonen dat dopamine, dat overdrachtstofje, te gering aanwezig is. En dan kom je in aanmerking voor behandeling met medicijnen. En dat is een heel scala. Ja. Wat zijn de diverse stadia van de ziekte van Parkinson, wanneer we het over licht hebben tot heel zwaar? Wat gebeurt er dan met je? Geleidelijk aan neemt de hoeveelheid dopamine die je nog in je hersenen hebt af. En ook de cellen die daarop moeten reageren nemen af. Dus het is een geleidelijk progressieve ziekte. En bij iedereen is het anders. Dat beloop dat kan 30 jaar duren. Of je kan in 5 jaar zo invalide zijn dat je bijvoorbeeld in Frankenland moet worden opgenomen. Maar over het algemeen kan je vrij langdurig met medicatie op de been worden geholpen. Wat is even het laatste stadium, de zwaarste vorm? Het zwaarste stadium is het stadium waarin iemand eigenlijk dementerend wordt. Ook volledig stijf. Er zijn mensen die een gebogen houding hebben. Helemaal met de hoofd naar beneden naar de grond staren. De armen en benen nauwelijks meer kunnen bewegen. En soms zit daar dan ook nog een trilling door. Met name bij emotionele omstandigheden. Je bent dan 100% verpleegbehoeftig. Moeite met slikken, niet meer verstaanbaar. Slijmvorming, moeite met ontlasting en urine. Nee, een vrij desastreus einde. Waarmee kunnen mensen de ziekte van Parkinson nog een beetje verlichten? Wat vinden patiënten fijn toch nog om te doen?
heel belangrijk is om in beweging te blijven. Vandaar dat alle therapieprogramma's, zoals die bij een gewone fysiotherapeut, of bij het revalidatiecentrum Rendam in het Vliet ziekenhuis, of hier op de Frankeland revalidatie voor Parkinson patiënten plaatsvindt, dat is uitermate belangrijk. Dus naast de medicatie is het in beweging blijven heel belangrijk. Even de laatste vraag, want we gaan een opening beginnen. Hoe ver is de wetenschap? Heeft u de illusie dat er ooit wat aan gedaan kan worden? Ja, het is nu ook zo dat we met behandeling van het brein, met stimulatie al dingen kunnen doen. Maar het is nog niet te genezen. Zo, kijk eens, ja, de ziekte van Parkinson, hoe vervelend is dat als je dat krijgt? En het is ook lastig om daarover te praten. Ik heb mevrouw Hofstee bereid gevonden om toch even kort met ons te praten. Mevrouw Hofstee, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Vanmiddag voor de eerste keer het Parkinson Café hier in Schiedam, in Huizen Frankeland. Komt u uit Schiedam? Nee, ik kom uit Maassluis, oorspronkelijk uit Schiedam. U heeft vroeger in het centrum of in het westen gewoond of oost? Nou, een hele mooie straat, de Oostsingel. De Oostsingel, nou daar ken ik iemand die woont daar nog met plezier. Mevrouw Hofstee, hoe vervelend het ook is, we gaan even praten over de ziekte van Parkinson. Wanneer bemerkte u dat er wat aan de hand was? Een jaar of 10 geleden. Dat is al best lang en toch ook weer kort. Wat was er aan de hand? Wat begon u te merken? Nou, gek genoeg was ik in Schiedam als activiteitenbegeleiding bezig met een groep mensen in het Terlede bejaardenzorgcentrum. Ik was met ze aan het bloemschikken en één hand, een paar vingers daarvan begonnen te trillen. En ik merkte gelijk, dit klopt niet, dit is raar. Dat was eigenlijk het begin. Wat heeft u toen gedaan? Nog even niks. Ik dacht, misschien gaat het over. Toen ging ik op wintersport en ik moest mijzelf aan een touw vastpakken. Bij een beklimming ergens. En toen wilde de hand niet goed grijpen. Althans, hij greep wel, maar er zat geen kracht genoeg in. En dat was eigenlijk het begin waarvan ik zei, dit is zo raar, hier moet ik echt voor naar een neuroloog. Nou, u bent naar de neuroloog gegaan. Wat zei de neuroloog? In het begin was het nog een beetje aankijken, maar na een volgend consult zei hij toch van, u moet in de richting van Parkinson denken. Wat was uw reactie daarop? Had u iets vermoed of was dat voor u een volkomen een verrassing? Nou, helemaal een verrassing was het niet, maar toch is het wel een donderslag hoor. Want wat betekent het concreet wanneer je daarmee geconfronteerd wordt? Dan gaan alle radartjes werken in je hoofd. Van hoe moet dit, wat is dit, wat betekent dit, wat gebeurt hier en... Je wereld is even helemaal in de war. Had het voor u directe consequenties? Nog niet, want ik kon nog wel door blijven werken. Het leek erg langzaam te gaan. Tot op heden ook is dat het geval. En ik heb mezelf toch vrij snel weer bij elkaar geraapt. En het positieve eruit gehaald, zeg maar. Nou is het zo dat vanmiddag is het Parkinson Café, waarbij ook mensen aanwezig zijn, de mantelzorgers, de mensen die voor u zorgen. Was er in uw omgeving genoeg hulp? Ik heb een partner en de eerste jaren was dat totaal niet nodig dat hij meehielp. Maar op een gegeven moment gaat het toch wat minder en dan zijn een paar handen extra toch wel prettig. Als u nu kijkt, hè, woont u nog thuis? Jazeker. Wat zijn dingen die u, waarvan u zegt van, nou dat kan ik toch nog wel zelf doen? Eigenlijk kan ik bijna alles nog zelf. Alleen het tempo is wat lager. En daardoor kan ik eigenlijk veel minder dingen die ik leuk vind om te doen. En die leuke dingen, die wil ik zo graag.
En dan is het toch handig om iemand een hulp te hebben, zodat ik wat meer leuke dingen kan doen. Nou, zijn we tegenwoordig in een tijd van we hebben een internet en we kunnen alles opzoeken. Stel dat mensen naar uw verhaal luisteren en denken dingen te herkennen. Of wellicht zijn ze al bij de neuroloog geweest. U heeft al een aantal jaren achter de rug. Wat adviseert u mensen die twijfelen of die net geconfronteerd zijn met de ziekte van Parkinson? In ieder geval hulp zoeken om een diagnose te laten stellen en... Misschien als het nodig is een maatschappelijk werker of wat dan ook. Is er een periode in het begin dat er paniek is? Heeft u paniekerige gevoelens gehad in het begin? Jawel, die allereerste moment zeker. Want je weet niet hoe het zal gaan. Nu blijk ik een milde Parkinson patiënt. Alsof dat een cadeautje is. Ik wil die hele Parkinson eigenlijk liever niet, maar... Goed, als het er dan toch is, dan is dat milde wel prettig natuurlijk. Maar goed, ja. Ik neem aan dat u regelmatig toch al bij de dokter op bezoek bent, hè, bij de arts. Kan een arts u vertellen wat de vooruitzichten zijn? Nee, dat wou ik er net ook vertellen eigenlijk. Je weet op dat moment nog helemaal niet of het snel gaat of langzaam gaat. Het kan na 5 jaar helemaal slecht worden. Ik wil er ook eigenlijk niet zo erg over nadenken. Ik weet wel hoe het zou kunnen gaan, maar dat weet je eigenlijk nooit precies. Dus het is meer van pluk de dag en kijk hoe het nu allemaal gaat en maak er wat leuks van. Er was net een meneer die zei van ja, hoe erg het ook is als je hiermee geconfronteerd wordt, geniet van het halfvolle glas en niet van het half lege glas. Is dat iets wat u herkent? Zeker. Onmiddellijk herkende ik dat, ja. Goed, ik hoop dat u 1 keer in de 2 maanden hier een fijne middag gaat krijgen. Dat u bij kunt praten, dat de mensen om u heen misschien meekomen. Ik wil u ontzettend bedanken voor dit gesprek. En laten we hopen dat u nog van heel veel fijne dingen kan genieten. Zeker, dat doe ik zeker. Dank u wel. Ja.